En de wedstrijd is begonnen tussen DVS 2 en Berkum 2. Belangrijke pot natuurlijk voor DVS 2. De koploper in de reserve hoofdklasse. Jongens kennen elkaar allemaal door en door. Jelle Zeeboer eenvoudig langs de tegenstander. Prachtige voorzet en bam! Hij zit er gelijk al in! Lars van der Wetering, ik heb het met hem afgesproken in de warming-up. Ik zeg, jij maakt er gewoon twee. Eén uit een straf, of uit een vrije trap en één uit een combinatie. Ik had het erover dat Vinda de assist zou geven, maar dat doet in dit geval Jelle Zeeboer. Dat doet hij op een fantastische manier. Laat de nummer 10, Pleizier, Bart Pleizier, staan als een lucifer houdt. Berkum laat zien dat ze zich niet zomaar naar de slagbank willen laten leiden. En dat ze wel degelijk mee willen doen. Holsappel, prima. Goede aanval. Berkum 2. Het was een schot van Bas Bouwhuis. Dennis Sietsma. Hokkahin. Dieptepaas. De richting van Jelle Zeep. Nee, Isaac Kiezeler. Oh, Kiezeler speelt de bal te ver voor zich uit. Duidelijke mogelijkheid voor DVS. Zou hij zich aan zijn woord houden? Rechter bovenhoek. Heb ik hem geadviseerd gisteren in het interview tijdens de warming-up. Komt dat schot. En die bal die vliegt erin. Ja hoor, Lars van der Wetering. Hij houdt zijn woord gewoon. Hij heeft er in ieder geval al twee gescoord. Zelf zei hij, Piet, ik ga er drie maken. Ik voorspelde twee. Eén uit een combinatie. Nou, daar heeft hij zich aan gehouden. En één uit de vrije trap. Job Kuipers. Inmiddels dus ingevallen voor Isaac Kiezeler. En een penalty. Vanachter in de rug lopen. Scheidsrechter beslist. Is zeer duidelijk in zijn beslissing. Compagnier. Je zou ook kunnen zeggen dat Lars van der Wetering redelijk makkelijk ging liggen. Nou, dat is dan ook een techniek. Iedereen klaar. Scheidsrechter fluit, aanloop, schot, doelpunt. 3-0. Wedstrijd lijkt beslist. Lars van der Wetering. Voor zijn zoveelste doelpunt. Vind dat nu in balbezit. Dolt wat. Paast prima op Jelle Zeeboer. Schiet hard. Met veel venijn. Prima gespeeld, DVS. Job Kuipers nog steeds balbezit. En nu de diepte ingestuurd. Jelle Zeeboer. Oh, laat speelt de bal net iets te ver voor zich uit. En de scheidsrechter fluit voor het rustsignaal. 3-0 ruststand in het voordeel van DVS. Volkomen terecht. Via Vindat. Mooie paasje ertussendoor. Vindat beroert de bal. En als laatste beroert vervolgens Jeroen Horstman ook nog een keer de bal. En heel ongelukkig voor Berkum 2. Maar gelukkig voor DVS wordt het hier gewoon 4-0. Met de rechtervoet vanaf de linkerkant. En ook nu Edmund Mijnheer mee naar voren. Ja, de bal komt niet in DVS bezit. En prachtig schot van Lars van Wetering. Komt Kuipers, prachtige beweging. In dit geval van Bouwhuis. Snel genomen vrije trap. Lars Dekker, Jelle Zeeboer. Jelle Zeeboer, bal aan de voet. Schot! Net naast. Voorlangs. Dit is voordeel voor DVS. Nou, dat is absoluut geen buitenspel. Maar de scheidsrechter laat ook doorgaan. Jelle Zeeboer, 16 meter binnen. Komt Michael Moussa koud in het veld. En het is volgens mij zijn eerste balcontact. En op de assist van Jelle Zeeboer kan Michael Moussa de 5-0 aantekenen hier voor DVS. Prachtig uitgespeelde kans. Absoluut geen buitenspel. Jelle Zeeboer geeft de assist op Michael Moussa. En zo wordt het hier 5-0. Felix Hermsen, bal op de nummer 14. Daar is die nummer 19. Bal
is niet over de zijlijn geweest. Moet je wel doorgaan. Hij geeft alsnog de goal aan Berkum. Het is dus die invaller die scoort, Niels Kok. Wie het hardste jaagt, krijgt het doelpunt mee. Dat zullen we maar even zeggen. Sportieve optreden van Edmund Meijnheer. Komt er 5-1 op het bord door nummer 19, Niels Kok. Meijnheer. En dacht, nou, ik probeer het een keer. Dit was het. Dit was dus echt gewoon 10 centimeter over de doellat. De keeper zat er wel bij. Maar hij was knap zuiver. Edmund Meijnheer. Prima schot. Niet slim. Jelle Zeeboer. Gaat de combinatie aan met Job Kuipers. Job Kuipers zet de bal strak voor. Prima schot, Dennis Volkers. Mooie actie. Prachtige assist. Scheidsrechter wenst zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Een wedstrijd die er helemaal niet om vraagt om veel gele kaarten. Maar meneer de scheidsrechter, de heer Kompanjer, vindt het leuk om hier ze nu en dan ook met wat kaarten te gaan zwaaien. En nog één. En hij geeft een rode kaart. De show van de scheidsrechter is compleet. Laurens Dekker, let goed op. Floris Groenewold. Edmund Meijnheer. Scheidsrechter vindt het genoeg. Er staat nog geen 45 minuten op de klok. Zo eindigt deze competitiewedstrijd van DVS 33 tegen Berkum in een 5-1 overwinning voor DVS 33. Voor DVS TV even de analyse met Sven Pul, de aanvoerder van het tweede van DVS 33. Het gaat lekker, Sven, hè? Zo, 5-1 overwinning, heerlijk. Ja, het gaat heel goed. Hadden we niet verwacht, denk ik. 5-1 tegen Berkum. Nu nog 4 wedstrijdjes te gaan. We weten dat wij eigenlijk alles moeten winnen om kampioen te worden. En ja, daar gaan we voor. Ja. De uitslag van AZSV is nog niet bekend. Of spelen ze überhaupt wel vandaag? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Nee, echt. Ja, houd je daar niet mee bezig? Nee, nou ja, zoals ik zeg, we weten dat AZSV een heel makkelijk programma heeft. Tenminste, van alle ploegen die bovenaan staan, hebben zij het makkelijkste programma. Dus ja, we moeten nou wel zelf kijken. En wij moeten die wedstrijden gewoon winnen. En zo simpel is het. En het voetbal was bij tijd en wijle zeker in de eerste helft toch wel leuk om naar te kijken. Terwijl Berkum in de uitvallers nu en dan nog wel eens wat gevaarlijk was. Ja, klopt. We hadden het in de tegenstoot hadden we het verdedigend niet helemaal goed staan. Vooral op het middenveld waren we een beetje aan het zoeken. De tweede helft pakken we dat denk ik beter op. Maar het helpt natuurlijk dat je 4-0 en 5-0 heel snel in de tweede helft meteen erin liggen. Dus op een gegeven moment geven die jongens een beetje op. Bij de 5-1 is nog wel een beetje een opleving. Maar goed, dat doorsta je en dan speel je de wedstrijd uit. Je kunt er misschien nog een paar meer maken. Maar... Hoe is het met je blessure? Je bent licht aangeslagen in verband met de bekerwedstrijd tegen DFS. Haal je dat? Ja, dat moet denk ik geen probleem zijn. Ik heb net even een beetje mijn enkel gekoeld en de rest van het weekend rustig aan doen. Misschien dat een biertje wel wonderen zal doen. Ja, dat denk ik ook. Ik feliciteer je in ieder geval met deze prachtige 5-1 overwinning. Ja, dankjewel. Oké, bedankt. Naast mij Pascal Diender, de trainer van DVS 2. Allereerst, van harte gefeliciteerd met deze 5-1 overwinning. Klinkende overwinning. Jazeker, mooie overwinning. Ja, en mooi spel bij tijd en wijle. Ja, ik vond dat we niet eens tops gespeeld hebben vandaag. Maar wel een mooie overwinning met 5-1. Dik en dik verdiend natuurlijk. Alleen ik vond dat we momenten in de wedstrijd iets meer vanuit de controle moesten spelen. En dan diepte proberen te pakken. Dat deden we niet. En ik vond dat we zeker in de eerste helft op middenveld wat veel ruimte weglieten. Waardoor Berkum toch best een aantal keren nog daar in balbezit kwam en wat diepte kon pakken. Het begin van de wedstrijd was natuurlijk heerlijk met zo'n actie van Jelle Zeeboer en dan die assist. Ja, het is een geweldige goal. Berkum neemt de aftrap, speelt 3 diep. En volgens mij was het gelijk met een mooie aanval vanuit positiespel. Diepgaande loopactie van Jelle.
bal die voorgetrokken wordt en 1-0. Dus dat is een hartstikke mooi begin. Ja, en toch weer gewoon 3 doelpunten van Lars, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, dat hij doelpunten kan maken, dat is duidelijk. Dat kun je ook zien aan het aantal doelpunten wat hij bij ons maakt. En ja, zie je bij de tweede goal, bij die vrije trap, kun je zeggen van ja, de keeper moet hem hebben. Die keeper moet hem misschien ook hebben. Maar aan de andere kant is wel een kwaliteit als je vanaf die afstand toch hem tussen de palen krijgt. En ja, een 2-0 maakt. Ja, fantastisch. En ja, het spel, wat denk je, biedt dat perspectieven voor de wedstrijd tegen DFS? Want dinsdagavond, ja, dan gaat er natuurlijk wel weer even wat speciaals gebeuren. Het is heel erg jammer dat het niet hier thuis is. Maar nou ja, ook op Heusden zou er een mooi resultaat kunnen komen, misschien. Ja, waarom niet? Ik bedoel, we hebben in alle bekerwedstrijden laten zien dat we prima kunnen voetballen. En dat we met de tegenstanders waar we tegen gespeeld hebben ja, goed mee kunnen, CQ beter waren op veld. Aankomende dinsdag wel een andere wedstrijd natuurlijk. Dat is een goede ploeg. Alleen voor ons mooie wedstrijden om te spelen. En zoals ik iedere keer zeg, die bekerwedstrijden zijn voor onze jonge ploeg hartstikke leerzaam. Tegen ploegen vaak die nou, qua niveau een stukje beter zijn. Maar het niveau ook waar wij naartoe willen, dus dat is hartstikke mooi. Heel mooi. Hoe is het met de blessure van Hokke Ahin? Ja, dat is even afwachten. Hij kreeg een behoorlijke tik. Zijn knie zat op slot. Ja, nu even afwachten hoe het loopt. Hetzelfde geldt voor Isa. Ja, ook naar dinsdag toe. Maar ik denk dat het lastig wordt. In deze reserve hoofdklasse nog 4 wedstrijden. Zitten daar moeilijke potten bij? Of zie je het gewoon echt als elke wedstrijd als een finale? Ja, we hadden het net over de clichés die je altijd als trainer na zo'n wedstrijd gaat zeggen. Nou ja, dit is er één. Dit is er één. Maar ja, goed, wij hebben een hele goede ploeg, vind ik. Ik vind dat wij heel goed kunnen voetballen. Alleen ik vind dat ook onze grootste tegenstander, dat zijn we zelf. Omdat je moet jezelf dwingen om iedere keer dat niveau te willen laten zien en op te brengen wat je kunt. Nou, dat heb je gedurende het seizoen hebben laten zien dat soms ook best lastig is. En nou ja, het is aan ons om dat niveau vast te houden. En ja, dan moeten we nog 4 keer winnen om kampioen te worden. Ja. Zitten er nog pittige potjes bij? Noem eens wat op. Nou, ploegen? Nou, zeker. Wij spelen nog tegen Bennekom, Sparta Nijkerk, VVG, DZC. Dus ja, het is reserve hoofdklasse. Het is een mooi niveau. En iedere week moet je gewoon volle bak spelen om een goed resultaat te halen. En wij willen een goed resultaat halen. En wij willen als spelers willen individueel ontwikkelen. Dus nou, we zullen zien hoe dat gaat eindigen. Wensen we je namens DVS TV heel veel succes mee, Pascal. Dankjewel. Okay. Helemaal goed. Thank you.